Smit-Siberië, een varende sleepboot die op het ogenblik in de havenmond van de Nieuwe Waterweg vaart. En dankzij een helikopterverbinding kunnen wij nu bij u thuis in de uitzending zijn. De Rotterdamse haven is al lang niet meer dat oord waar exotische waren op de kade liggen en waar zeelieden uit verre oorden ladingen neerleggen waarvan iedereen denkt, wat zou dat zijn? Vroeger vielen er nog wel eens balen kapot op de Rotterdamse havenkade. Dat gebeurt al lang niet meer, want de ladingen komen met containers die computergestuurd op hun plaats terechtkomen. En in de vrachtwagens die met de containers wegrijden zitten beeldschermen die precies vertellen waar de vrachtwagenchauffeurs naartoe moeten. En dat is wat er op het ogenblik in Rotterdam gebeurt. Het is een geheel geautomatiseerde, moderne haven. Rotterdam is al heel lang wereldhaven nummer 1. De vraag is alleen vanavond, zal Rotterdam dat met de opkomende concurrent? Van de sleepboot in de Rotterdamse haven, was het een truc met een pannetje? Of geloven ze daar echt dat er een motor zonder bewegende delen is uitgevonden? Nou, ik ben al helemaal niet technisch aangelegd, dus ik durf daar niet eens antwoord op te geven. Maar naast mij staat gelukkig kapitein Jan Broks. We zijn inmiddels, zoals jullie zien, gauw naar de... hoe heet dat hier precies? Europoort. Nee, ik bedoel hier deze ruimte stuur. Ja. Nee, hoe noem je dat? De brug. De brug lopen, precies. En wat is uw antwoord op de vraag, meneer Jan Broks? Is het mogelijk om een motor te hebben zonder bewegende delen? Nou, dat bestaat niet volgens mij. Nou, dat is duidelijk, Karel. Als je die op zee tegenkomt, dat je denkt dat er een dijk gelegd is. Zo waanzinnig groot, zei die. Zo'n schip is bijvoorbeeld de Bergen Staal. Een mammoetanker van 300 meter lengte. Daar moet u zich dus bij voorstellen, de Utrechtse Dom, 100 meter hoog. En dan drie keer zo hoog en dan liggend. Verslaggever Kees van der Wel en cameraman Willem Bozon stapten in Cherbourg al aan boord van de Bergen Staal, die grote mammoetanker. En voeren ermee naar de haven van Rotterdam. En u kunt nu zien hoe zo'n schip de haven van Rotterdam wordt binnengeloodst. De Bergen Staal, een Noorse mammoetanker, onderhoudt een vaste lijndienst tussen Brazilië en Rotterdam. Door zijn lengte, bijna 350 meter, is het lastig manoeuvreren met het schip dat nu ruim een jaar in de vaart is. De Duitse staalindustrie heeft de tanker voor een periode van 10 jaar gehuurd. Loopt dit schip vertraging op, dan stijgen op de wereldmarkt niet alleen de prijzen voor ijzererts, maar met name de Duitse automobielindustrie zou erdoor kunnen worden getroffen. Geen erts, geen nieuwe auto's. Minstens 14 keer per jaar doet het schip Europoort aan, met aan boord steeds zo'n 360.000 ton ruwe erts. Ja, boten, dat is een oorkarrier. Als zo een malmboot. Største werden. Som, zo wit jij weet, daar is den største werden, ja. Som we byggen voor dit voormoord. Er vindt nu een last aan boord. Waar is dat waard, den her lasten? Og denne lasten her jo verdt cirka 5 millioner dollar. Med zo'n kostbare lading aan boord is het zaak dat de mammoetanker zo snel mogelijk de Rotterdamse haven binnenloopt. Kapitein kan dat werk onmogelijk met zijn bemanning alleen klaren. Loodsen spelen daarbij een belangrijke rol. Voor die loodsen begint het werk al op 16hoven, het Rotterdamse vliegveld. Er wordt naar Frankrijk gevlogen, want al voor de kust van Noord-Frankrijk gaan zij aan boord van de Bergen Staal. S'nachts wordt bij volle zee overgestapt. Vervolgens wordt bij het eerste daglicht de exacte koers bepaald. Al voor de Belgische kust wordt de snelheid teruggebracht. Een mammoetanker van dit formaat en gewicht kent nu eenmaal een lange rijden. Ik ga een telegram versturen naar het havencoördinatiecentrum in Rotterdam. Want die wil weten wanneer ze die boot kunnen verwachten. In verband met bestellen van sleepboten, het waarschuwen van de havenautoriteiten. Om te kijken of onze lichtplaats al vrij is die tijd dat wij aankomen. De laatste 24 uur voor aankomst is de kapitein voortdurend op de brug. Want nu moeten de kleinste koerscorrecties juist worden uitgevoerd. 24. 24, sir.
De Bergestaal is gebouwd in Korea en is een van de modernste schepen ter wereld. Alles is gedaan om het schip zo zuinig mogelijk te laten varen. Het brandstofverbruik is laag. Het is heel normaal dat soortgelijke mammoetankers tweemaal zoveel verstoken. Zo niet de Bergestaal. De machinekamer vormt het hart van het schip. Computers zijn daarbij onmisbaar aan boord. De zuinigheid zorgt ervoor dat het schip relatief goedkoop kan varen. Dat is ook nodig, want wanneer de erts is gelost, vaart de Bergestaal zonder last terug naar Brazilië. En een leeg schip laten varen is duur. Op beeldschermen wordt daarom het exacte energieverbruik in de gaten gehouden. Portside, two steps from the water, and call again, Mike Whiskey Spreeboy, over. Mike Whiskey Spreeboy. Yes, sir. Moderne technieken ook in Hoek van Holland. Hier op de seinpost wordt al het scheepvaartverkeer bewaakt. De radarschermen behoren tot de meest geavanceerde ter wereld. Waar zou de Rotterdamse haven zijn zonder deze moderne hulpmiddelen? Dat zou een grote handicap voor de haven zijn. Het is de grootste haven ter wereld. Met de grootste omzet. Het grootste aantal schepen. En we hebben nu met dit nieuwe systeem hebben we dan ook het modernste systeem wat er is op de wereld. Voor het verkeersbegeleiding in een havengebied. Zonder is ondenkbaar. Zonder dit is. We hebben nu een nieuw systeem, maar het is in wezen ondenkbaar. Het is een groeiproces geweest vanaf 1956 is begonnen met de eerste radar die. Of de radar die hier geïnstalleerd werd. En. Ja, toen heeft met grote kop in de krant gestaan van de Nieuwe Amsterdam binnen in potdichte mist. Dus toen is eigenlijk het proces op gang gekomen dat ondanks de mist. En ondanks allerlei omstandigheden dat de scheepvaart gewoon door kan gaan hier. En daar proberen wij Rotterdam van te verzekeren. Zou zo'n schip als de Bergestaal, zou die zonder de hulp van de radarinstallatie niet binnen kunnen komen? Dat hangt van de omstandigheden af. Slecht weer? Slecht weer, storm, dan zou het zonder radar kunnen als het schip dus zelf beschikt over dus de nodige en de nodige navigatiemiddelen. Maar zodra er dus situatie met slecht zicht en dergelijke optreden, kan het schip niet zonder begeleiding binnenkomen. Zonder die havenradarinstallatie zou de Rotterdamse haven gevaarlijk zijn? Kunnen we dat stellen? Dat kunnen we stellen, ja. We zouden de scheepvaart drastisch moeten verminderen onder veel omstandigheden. Maar het is een proces wat doorgaat. Ja. Als het uitvalt, wat gebeurt er dan? Dan moeten wij dus verschillende voorzieningen aantreffen om dus ten eerste de scheepvaart daarover te informeren. En onder bepaalde omstandigheden zal de scheepvaart dus wat minder mogelijkheden hebben, zal de mogelijkheden beperkt worden. Zonder de havenradarinstallatie wordt de economie schade toegebracht, kun je stellen? Ja, heel duidelijk. Tegen de avond nadert de Bergestaal dan Europoort. De zeebodem is hier te ondiep. Daarom moet de mammoetanker de haven binnenvaren via een speciaal voor deze grote schepen gegraven verdiepte inham. Het vergt uren werk, waarbij ook nog een extra havenloods aan boord komt. Het uiteindelijke lossen van het schip neemt zo'n 4 dagen in beslag. Het laden in Brazilië gebeurt binnen 2 dagen. Voor de bemanning blijft weinig tijd over aan de wal te gaan. Snel moet weer zee worden gekozen. Want alleen al aan havengelden, loodsdiensten, sleepboten en dergelijke is de reder van de Bergestaal per keer dat Rotterdam wordt aangedaan zo'n 500.000 gulden kwijt. En om die kosten zo laag mogelijk te houden is het van belang met een zo efficiënt mogelijk schip te varen. Want iedere dag stilliggen kost geld.